VND heeft uitstel van betaling gekregen. En dat leidt bijna altijd tot een faillissement. Voor DFD-verslaggever Richard van der Krommert komt het niet als een verrassing. Het faillissement waar wij met z'n allen al 20 jaar op wachten is toch echt dat van VND. Afgelopen jaar werd duidelijk vanwege vele rechtszaken dat VND echt al 2 decennia lang in de verliezen zit. En eigenlijk werd dat verlies altijd opgepoetst doordat VND een vangnet om zich heen had. Het was onderdeel van een groot concern en als bij de ene wat winst gemaakt werd, kon dat naar het verlies toe van VND. Het is een absolute dreun voor de werknemers van VND. Die krijgen waarschijnlijk morgen geen december salaris. Heel vervelend. En kunnen eigenlijk alleen maar afwachten totdat het uiteindelijke faillissement wordt aangevraagd voor de warenhuisketen. Ik sprak Cor Modenaar, dat is een retaildeskundige zojuist. En hij zegt het is eigenlijk niet meer dan logisch dat VND omvalt. Ja, het is verdrietig, het is zeer verdrietig. Maar de voorspelbaarheid en de relevantie van die winkel, dat waren de punten waarop het bedrijf niet meer wist te scoren. Het verraste nooit meer. Niemand ging er meer naartoe. Kijk naar jezelf. Er zijn mensen die we de afgelopen jaren spraken, jij en ik misschien ook wel, die zeiden van, ik ben van het weekend weer voor kerstcadeautjes en Sinterklaas cadeautjes naar de binnenstad geweest, maar de VND, daar ben ik voorbij gelopen.